Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe video van LSPDFR. We zijn weer teruggekeerd, er was namelijk een update geweest. En ja, ik kreeg de game niet weer voor elkaar en het doet het, tot nu toe doet hij het. Welkom jongens, leuk jullie te zijn. We gaan vandaag een keertje in de Vito rijden, dat doe ik ook niet zo heel vaak. Uiteraard moet ik natuurlijk nog wel een aantal extra voertuigen moet ik eigenlijk nog wel toevoegen. Bijvoorbeeld de nieuwe Vito's of de nieuwe B-klasses of een nieuwe, zoals die, nieuwe transportwagen, weet ik voor wat. Maar we gaan daar niet achterna. Dat hebben we al een keertje eerder gehad. Dus we rijden vandaag in een Vito. Want dan wordt hij weer gestolen en weet ik voor wat. Voor mij kan ik dat... Hoe werkt dat ook alweer? Ik moet weer even kijken wat de puntjes of wat de O is. Waar de knopjes zijn. En we gaan gewoon weer een dienstje draaien. En we gaan wel kijken wat het brengt. Dus hopelijk hebben jullie er zin in. Yes, we krijgen een melding van een drugsdeal. En we moeten zoeken naar Alex Sanchez. Nou, zijn we benieuwd wat dat gaat. Try to arrest the dealer and the buyer. Respond code 2. We moeten dus op zoek naar Alex Sanchez. Dat is een getinte man. En hij surft die ja. Zo, doe maar. Mooi op tijd. Eens kijken of we hem kunnen tegenhouden. Ik reed niet zo vaak in de Vito. Ik weet niet of ik dat in de vorige video al wel had laten zien. Mijn zwaailampen zijn nu wel heel veel. Gelukkig. Want ik heb nu de goede dinges. Zo langzamerhand gaat dat allemaal goed komen. We moeten natuurlijk nu geen... alleen dan nog nieuwe voertuigen, et cetera. Laat ik dat wel heel even vragen voor een backup. En dan kijk je de sirenes. Hè. Die sirenes willen ook niet altijd werken. En dit stuk van de weg, dat doet ook heel raar. Op de een of andere manier gaat dat altijd fout. Oh, ze gaan er al vandoor, joh. Zwaar bewapende mannen. Draag eraan! Oké, eentje geeft zich over. En hij gaat er vandoor. Goddomme! Oh nee, hij loopt daar. Wacht, dan pak ik even de auto. Wacht even. En, we hebben in ieder geval al één persoon hebben we al staande. Laten we die andere ook even pakken. Ja, stoppen vriend. Pak hem. Wel lekker collega's heb ik. Goddomme. Kan ik er weer achteraan. En de buddy die staat dan bij de persoon zelf. Nou is klaar. Staan blijven. God, ik ga eens aan de kant. Ja, politie staan blijven. Goddomme. Nou, zie je daar met z'n drieën achter een persona. Ja hoor. Ga je me nou serieus vertellen dat we er gewoon niet achteraan kunnen? Ho is jongens, rustig. Het is klaar. Hij is aangehouden, jezus. Yes. Moet ik hem arresteren? Yes meneer, u bent aangehouden wegens het dealen van drugs. U hoeft geen antwoord te geven en u heeft recht op een advocaat. Is dat begrepen? Fijn. Laten we hem eerst even... Volgens mij heeft hij... Waarschijnlijk, want er staat low arm has needle marks. Oftewel zijn onderarm heeft... hoe heet het? Hoe heet zijn nose of zo'n ding? Needle. Een naald afdrukken, jezus. Kijk, cocaïne heeft hij gehad. Dus hij heeft sowieso... dat gehad. Dan gaan we eventjes... fouilleren of hij nog het een en ander bezig heeft. Vanwege drugsdealen natuurlijk. En wat heeft hij gevonden? Een baggie of heroin. Een camera en een terroristenmasker. Nou, daar word je vrolijk van. En dan wil ik hem graag overhandigen naar het politiebureau. Yes. We wachten even op het transportje. En dan moeten we ook nog even naar die andere persoon, want daar staat de politie ook bij. En dan gaan we die ook even...
Wacht, we krijgen nog weer een K9 backup. Nee, we zijn nog bezig met deze melding. Er komt een transportje aan, alleen het, helaas de ELS van die auto werkt niet helemaal. Dat is wel jammer. Maar ja goed, ik heb wel die bezeerders. Ho is. Mooi, die persoon is aangehouden. Dan gaan we nu naar een andere persoon. En we krijgen weer een melding van een overval bij Human Labs. Nou, dat doen we natuurlijk niet. We moeten eerst dit afmaken. Yes! Dus, meneer, u dacht eventjes lekker... even lekker drugs te dealen. Gaan we even fouilleren. En wat heeft hij op zak? Een pencil, een citation, een ticket en een flashlight. En wordt hij ook gezocht? Request check to dispatch. Ja, maar hij is wel gezien bij een drugsdeal, dus hij wordt sowieso wel aangehouden. Verder niks aangetroffen, maar ik wil graag wel een transportje voor deze persoon. En dan kunnen we ook weer verder. K9 backup. Nee. Oh, dan komt de Camaro weer als... Dat klopt ook niet helemaal. Hoe dit allemaal precies werkt, weet ik niet. Maar ook om de Camaro om de persoon op te halen. Dat klopt ook niet helemaal. Maar goed. Nou, dan wordt deze persoon wordt meegenomen. En dan gaan we de dienst vervolgen. We krijgen een melding over public disturbance. Dus dat betekent dat er iemand last heeft van een persoon. Dus we gaan daar even kijken. Er zit geen spoed achter. Wat is dat mensen aan het doen, hè? Ik denk dat ik eventjes het beeld wil blurren, jongens. Want volgens mij mag dit niet helemaal. Ik zal jullie het wel voor laten lezen. Zo, mevrouw, wat zijn we hier aan het doen? Zeg mevrouw, wat zijn we hier aan het doen? Down on the ground. Yes. Hey, wij krijgen een melding over dat u behoorlijk lastig aan het doen bent. Heeft u misschien een ideebewijs voor mij? Kiflam. Even kijken om wie het gaat. Yeah, het is Katie Chief uit 1998. Kijk, zo kan ik wel blijven staan. Hoeft die nou niet gebeurd te worden. Laten we eventjes opvragen, Katie Chief. Wordt verder niet gezocht, et cetera. Dus ik wil eventjes kijken. Als het goed is kunnen we haar toch... Ja, questions. Of ze heeft gedronken. Geen alcohol in haar bloed. Of ze drugs heeft gebruikt. Nee, heeft ze ook niet. Of ze iets illegaals op zak heeft. Perhaps I have some, zegt ze. Nou ja, omdat het een vrouw is... Moet ik dus een vrouwelijke collega vragen die haar dus gaat fouilleren. Wat ben je aan het doen? Nou, ze kiest ervoor om niet te antwoorden. Waar kwam je vandaan? Friends home. Waar je heen toe, overal waar ik heen wil. Voor mij hebben we verder hier niet zo heel veel te doen. Dus laten we dan heel eventjes een vrouwelijke collega erbij vragen. Als het goed is, kan dat namelijk. Kijk. We een vrouwtje vragen, omdat dit een vrouwelijke burger is, mogen de heren mogen haar niet fouilleren. Dus wacht even op de vrouwelijke collega en dan kan ze in ieder geval gefouilleerd worden. Of ze bepaalde dingen op zak heeft wat ze niet op zak mag hebben. Yes, laten we eens even kijken. By my body. Nou, dan gaat die kelder toch heen. Ja, dat is ook niet helemaal de bedoeling. Nou ja, goed. Ze heeft een knocker duster, Fenley en een bellpoint. Nou, laten we haar maar vragen om weg te gaan. Ga maar weg. Kst, weg weer hier. Dag. Nou, dan kunnen we weer verder, jongens. Kijken wat de dienst verder gaat brengen. Een melding over een gestolen voertuig. Dus dat betekent dat we een achtervolging hebben. Een achtervolging vind ik ook altijd wel genig.
Dus laten we eens even kijken, want hij gaat er behoorlijk snel vandoor. We hebben hem nog in het zicht. Als we hem te ver, te veel uit zicht, dan moeten we anders maar even een helikopter erbij vragen. Ik weet ook niet om wat voor auto gaan, want hij gaat echt heel hard. Oh, wat, ik kan natuurlijk ook niet de hele tijd gaan lopen springen met die auto. Hij gaat linksaf. Sorry, ik rij aan de andere kant van de weg. We zijn hem kwijt. Och, kreeg dat ook nog. Maar hij rijdt echt enorm hard. Dat is een beetje het probleem. Ik weet ook niet waar hij naartoe is. Hij blijft natuurlijk alleen maar doorrijden. We kunnen een helikopter erbij vragen. Maar ik ben bang dat we hem uit het zicht laten houden. Dat we uit het zicht zijn, moet ik zeggen. Shit, ik had hem eerder moeten vragen. Ik denk dat we hem kwijt zijn, jongens. We kunnen nog even terugrijden om naar een andere kant te gaan. Maar ik ben bang. Een zoele hangt in de lucht daar. Ik ben bang dat we hem kwijtraken. En dat is een beetje verveeld. Helaas, we zijn een persoon kwijtgeraakt. Nou, was ook wel te verwachten. Nou ja, dan is het wachten op een volgende melding. Nou, dat is wel jammer dat we hem kwijt zijn. Nou ja, goed. Yes, we hebben een reckless driver, oftewel een idioot die op de weg rijdt. En welke persoon is dat? Die motor waarschijnlijk. Er zijn een aantal collega's bij. Dan laten we direct even een air support erbij doen, voordat we hem weer, uit het zicht raken. Een motorrijder die als een idioot de weg op gaat. Nou. Ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Hij zit op een motor, dus we kunnen hem ook niet gaan pitten of whatever. We kunnen hem wel gaan insluiten. Hè, inboxen, maar pitten, dat gaat hem helaas niet worden. Nou, de Zulu heeft de persoon in het zicht. Dus die raken we ook niet meer kwijt. En ik zit er ook wel vlak achter natuurlijk. Ja, ik moet backup hebben voordat ik überhaupt iets kan doen. Dus ik hoop dat de collega's nog even gauw deze kant op komen. Extra backup vragen. Gaat de B-klas aan. Hoe is. Dan gaat de snelweg op. Is een Vito die wil ook wel op. Hij is natuurlijk een heel stuk wendbaarder als een auto. Hij gaat er behoorlijk vandoor. Ik kan er hem voorrijden. Ja, dat doe je zelf, vriend. Oh, pas op. Goddomme. Er blijven toch al die collega's? We hadden net 2-3 auto's erachteraan. De 120 zijn al weg. Waar zijn ze gebleven? Remmen met het hok. Levensgevaarlijk hoor, wat ik doe. Hij moet natuurlijk wel afremmen, hè. Oh, en dan moet ik... Hartje. Komt door de spanning. Hart toch. Wat gaat hij doen? Ja, dat dacht ik dus even niet, hè. Ja, dat is niet zo handig, vriend. Hij gaat rennen. Pak ze, jongens. Pak hem. Ja, hij is getaserd. Top! En de sirene zou het zijn. Mooi! Eens even kijken. De persoon die had alcohol op, waarschijnlijk. Kijk. Irregular breathing. Dus dat betekent dat hij... er wordt alweer een auto gezollen voor ons neus. Weer zo'n bus. Maar daar gaan we niet achteraan. Hij wordt niet gezocht in ieder geval.
Laten we even wat vragen of hij gedronken heeft. Nou, even vodka heeft hij gehad. Laten we hem heel eventjes fouilleren op bepaalde dingen. Of hij nog iets op zak heeft wat, niet op zak, wat hij niet op zak mag hebben, moet ik zeggen. Wat heeft hij? Een fentanyl. Playboy magazine, citation en een lockpick. Oké. Hij heeft wel een rijbewijs, als het goed is. Ja. Dus laten we hem maar vragen voor een transportje. En de ook direct motor, die moet ook weg. Nou, die staat hier verderop, die hij gestolen heeft. Deze motor. Deze moet ook weg. Request vehicle check. Vindicator, die heeft hij gestolen. Target vehicle license plate. 87 yeah. Palm, William Frank. Extern insured, de verzekering is verlopen. A traffic violation. Kijk of de auto eventueel, of de motor eventueel nog iets bezig heeft. Nothing of interest. Oké, dan kunnen wij een request trouwens een small pick-up truck. Dan wordt hij opgehaald. Wacht even op de sleepwagen en dan kunnen wij ook verder. Top! En dan denk ik dat we nog één melding meepakken. En dan hebben we toch een mooi dientje gedraaid, dacht ik zo. Achtervolgingen, drugsdeal, noem maar op. We krijgen weer een melding over gestolen vrachtwagen, dus laten we er maar achteraan. Vrachtwagen gaat niet zo heel hard, maar ja, dat kan nog wel eens lastig zijn. Dan ook direct even een air support vragen. Als dat kan. AUB. Voordat ik hem weer uit het... Of er zijn nog een paar collega's achteraan, want die lampen zijn wel enorm fel trouwens. Goeiedag zeg. Even kijken, een gestolen vrachtwagen. Yes. Maar mijn vrachtwagen, ik denk dat we daar geen helikopter voor nodig hebben. Die redt niet zo hard. Laten wij in ieder geval wel een assistentie erbij vragen. Als je naar rechts gaan. Want die kunnen wij ook niet gaan pitten. En waarom niet? Omdat deze... hoe heet het? Deze vrachtwagens zijn natuurlijk enorm zwaar. En die kunnen we niet zomaar pitten of iets. Wat gaat hij doen? Hij rijdt zichzelf vast bijna. Ja. Hij heeft zichzelf vastgereden. Met de taser erbij. Uit die auto. Op je knieën. Op je knieën. Yes. Ooit zo. Wat een idioot. Daar reed hij zichzelf vast. Wat een held. Mooi meneer. Bedankt voor de weer eens het stelen van een vrachtwagen. U bent niet verplicht om te antwoorden. En u heeft recht op een advocaat. Mooi dat u het snapt. Top. Nou, dan hebben we die ook te pakken. Gaan we even vragen of we hem eventueel nog iets hebben. Er zijn weer naald dingen in zijn armen gevonden. Dus waarschijnlijk... Heeft hij weer wat, drugs op gehad? Nou, laten we even fouilleren. Mag eigenlijk ook niet, want een vrouw die man fouilleert, dat mag ook weer niet. Een grenade heeft hij hier. Oh, god. Een bag of meth, wire cutter en een pencil. Mooi. Laten we nou eventjes een drugstest doen. Thank you. Mooi. En waar is die op? Marihuana. Oké. Okay. Nou, neem hem maar mee, zou ik zeggen. Oh. Kijk, de vrouwtjes nemen we mee. Dat is hartstikke mooi. Dan kunnen wij deze auto ook nog eventjes vehicle check. Waarschijnlijk heeft hij ook is hij natuurlijk gestolen. Target vehicle license plate 03 Frank Ida Boy 586. Target is 104. Oké, niks aan de hand. Laten we even de auto controleren. Op bepaalde dingen. Of er nog iets in zit.
Een toaster, een paal, dirty cloths, een paal, nog meer dirty, bottle container, clear liquid. Niet echt puur, wat heel erg interessant is. En laten we hem afslepen en dan hebben we deze ook weer hartstikke mooi afgerond, deze zaak. Ja, de dames gaan ook weg. Doe weer de auto ook even aan de kant, dan kunnen hun er ook langs. Even kijken, wat was ook weer K? Wat was ook weer het rode, het oranje licht? Juist L, goeiedag zeg. Hoe bedoel je, Vel? Kijk, daar komt de sleepwagen aan. Mooi. Porsen with a knife, maar die laten we voor wat het is. Jongens, ik wil allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van LSPDFR. Als jullie nog tips hebben of voertuig, whatever, laat het me weten natuurlijk in de reacties. En of ik eventueel nog dingen beter kan doen, of weet ik voor wat. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Als jullie tips hebben, let me know. Dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je natuurlijk een leuke video hebben gevonden, beloof dat zeker met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Call him!